Na 40 jaar trouwe dienst is mijn holglas penhengel gesneuveld. Mijn nieuwe hengel is een voet langer en de helft lichter. Ik ben benieuwd hoe die gaat bevallen in de praktijk. Bij een nieuwe hengel hoort natuurlijk een nieuwe molen. Het is geen ambidex, maar hij heeft wel het DNA van een ambidex. En net zo'n geweldige slip. Zo, grondvoer en aas zijn klaar. Ik kan op pad voor de eerste pensessie. Je kan zien dat het voorjaar eraan komt. Ik ben er helemaal klaar voor. Nu alleen nog een wegzeilende pen. Het kroos op de bodem komt al aardig op gang. En daarom heb ik mijn aasaanbieding aangepast. De pen is uitgelood met één loodje. En dan komt er een hele tijd niks. En aan het eind een schuifloodje. En een Calimero pop-up. Snap je hem? Zo ziet het er van dichtbij uit. Met een loodstoppertje. En de Calimero wordt dus boven de bodem aangeboden. Boven het kroos. Het heeft heel lang geduurd, maar de kop is eraf. Het is weliswaar een braasem, maar ja, een braasem van 56 centimeter. Is toch ook leuk? Het is de eerste van een nieuw seizoen. Ook altijd leuk. Nou, op naar de karper. Nog een week. En dan kan ik hier alleen nog maar vissen. Of met drijvend aas. Of met een langzaam zinkende vlok. Het sterke roos spuit de bodem uit op het ogenblik. Het is pas april. De hele week al een feestje hier met grote brasem. Die zijn uitgepaaid, dus die hebben volop honger. En hier is de eerste karper. Dus die komen ook een beetje binnen hier. En die gaan ook vreten, want die moeten nog gaan paaien. Nou, ik hoop dat er nog vele mogen volgen. Hij heeft al aardig wat kuit, al is het een kleintje. Ik ga hem terugzetten. Mooi einde van een avond penvissen tussen de waterplanten in de polder. De echte penvisser sluipt in zijn camouflagepak langs de waterkant en is daardoor onzichtbaar. Er zijn ook penvissers die op een keukenstoel zitten met een paraplu van hun vrouw. So what? Dat zit niet erg mee vanmiddag. Net twee karpers gemist op de pen.
Eentje op mais en eentje op een vlok. Allebei losschieters. Ja, dat is de ellende als je tussen de waterplanten vist. Die aasaanbieding ligt soms een beetje rommelig onder je pen. En er hoeft maar een takje of een blaadje achter te steken en je haakt ze niet goed. Doodzonde, want de tweede was helemaal uitgedrild en was een prachtige vis. Nou, ik gooi weer in. Kijk deze. Brasem van 58 centimeter. Eigenlijk ook best leuk. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het om die wegzeilende pen. En wacht terug. Leuk hoor, dat penvissen. Totdat er een gigantische bui losbarst. Nou, het is bijna droog. Ik ga even kijken of mijn spullen er nog staan, want ik ben gevlucht naar de auto. Het valt mee, alles staat er nog. Alleen is het zeiknat inmiddels. Nou ja. En daar is de tweede bui. Ik ben weer gevlucht. Het is pas half april. En hier beginnen de waterplanten ook al op te komen vanaf de bodem. Dat vraagt om een truc. Net als in de rietlanden gebruik ik een schuifloodje onder de dobber met een stoppertje en dit keer een hotdog. Een hotdog? Ja, een hotdog. Dat zijn twee halve pop-ups met daartussen een kidneybean. Ik heb dit jaar nog maar heel weinig op kuiper gevist. Maar een drill van zo'n sterke poldervis en een penhengel, ja, dat vraagt, dat smaakt naar meer. Geweldig. Eerst die explosie onder die hengeltop. En dan een run. Dwars door de waterplanten als een bulldozer. En dan weer langzaam lijn winnen. Langzaam binnenhalen. Heerlijk, zo'n vis te vangen aan een penhengel. Een echte poldervis. Razendsterk. Ik ga hem terugzetten. Mooi brasem. Precies 60 centimeter. Ik ben het nog niet verleerd. Nou, dat is altijd leuk om dat te ervaren. Het spoor van de vorige karper stond nog tussen de waterplanten. En toen kwam deze. Ook weer een prachtige strijd, want het zijn echt leuke vissen. Hij mag terug. Daar gaat hij. Nou, zon, ik zie je morgen weer, hoop ik. Kom, we gaan lekker vissen. De vismaat die wacht al aan de overkant. Prachtige exemplaren tussen. Ja, ik ben er echt uit op iets anders. Nou, hopelijk komt het nog. Kijk, dit lijkt er meer op. Jammer genoeg heb ik de drill niet kunnen filmen, want hij schoot meteen naar rechts. Achter het riet langs. Dus ik heb een buitenbeeld uitgedrild en geschept. Maar ja, een leuke vis weer.
Het blijft me verbazen hoe sterk ze zijn. Die wildbloed hybrides uit de polder. Hij mag terug. Even een baalmomentje, want ik had net een losschieter. Eigen schuld, dikke bult, want ik moest zo nodig de camera aanzetten tijdens het drillen. Ja, dat lukt dus niet. Want dan sta je met een hengel in één hand, gebukt naar je camera, en dan komt die vis naar je toe zwemmen. Ja, dan ben je te laat naar binnen draaien. Eigen schuld. Maar het wordt geen drill meer filmen. Is het toch mooi, hè? Zo'n wegzeilende pen. Hier is de schuldige. Prachtige vis. Dik in de 20 pond. Misschien wel zwaarder, ik weet het niet. Ik weet het al zo lang niet meer. Gevangen op mais. Ik ben toch weer met mais gaan vissen. Omdat je dan gewoon altijd wat meer reuring hebt bij je pen. He, ook als de karper het niet doet, dan vang je toch altijd wel een voren of een brasem. Het is gewoon leuk vissen. Nou, veel plezier aan gehad. Het was een hele sterke jongen weer. Hij mag terug. Ik word er moe van. Ik kan merken dat ik een dagje ouder word met dit soort vissen. Gisteren heb ik nog een blikje mais gedoneerd toen ik wegging. En een handjevol mini-boilies. En vandaag vis ik met mini-boilies. Twee op een her. Afgewisseld met mais. Het dreigt regen. Maar ja, dat is niet zo erg, want ik heb een goede paraplu bij me. Dit keer geen paarse, maar wel één met veel kleuren. Die camouflage paraplu's, daar heb je helemaal niks aan. Want dan snap je die vissen niet dat je er bent. En dan weten ze dus ook niet dat er aas ligt. Dus wat mij betreft zoveel mogelijk kleur. En bij voorkeur vissen in een clownspak. Nou, dat was net op tijd. Het is alweer een uurtje of twee droog. En dan eindelijk loopt mijn pen weg. En vang ik dit. Op een maiskorrel. Nou, dat zei zo. Het zal wel het laatste zijn ook voor vandaag, want er komt weer een gigantische bui aan. Ik heb genoeg regen op mijn kop gehad dit jaar. Ik kijk het nog een half uurtje aan. Wat een joekel, hè? De laatste keer dat ik hier was, is zeker drie maanden geleden. En toen waren ze nog aan het paaien. Nou, toen stond er al veel waterplanten, maar nu is het helemaal verschrikkelijk. Het is een enorme jungle geworden, zowel in het water als aan de kant. Dus ik ga een beetje puin ruimen, een beetje knippen, een beetje plat maken, een beetje hakken. Net zolang dat ik een stek heb en dan ga ik dan later in de week op vissen. Dat laat ik nog zien. Nou, het was even werken, maar het is een mooi penstekje geworden. Meer ruimte heb ik niet nodig. Mijn viswater staat vol kroos op de bodem. En dan hou ik het graag simpel met een wattenstokje als dobber. Gewoon tussen twee stoppertjes. En als aas een grote vlok. Wordt het niks? Nou, dan gaat er een paar maiskorrels aan. Dan hoef ik verder niks te veranderen aan het systeem.
gevist met een wattenstokje tussen het wier. En het is hier een komen en gaan van karpen. Alleen hebben ze helaas meer belangstelling voor elkaar dan voor mijn aas. Daar is er weer een. Nou, het systeempje heeft zich inmiddels wel bewezen. Dat werkt gewoon prima. Ik heb hem niet gemeten. Ik hou het maar even op 55 plus. Want dat zijn ze allemaal. Morgen vis weer. Dat kan niet missen. Wat een prachtig uitzicht. Met die wolken. Flevoland op zijn mooist.